Schiphol verwelkomt vandaag haar miljardste passagier. Een mijlpaal om trots op te zijn. Hoe begon het? Een greep uit de geschiedenis. Op 19 september 1916 kijken boeren in de Haarlemmermeerpolder verbaasd op. Voor het eerst zien zij een vliegtuigje van het Nederlandse leger landen op het grasland. Ze zijn getuigen van het begin van Schiphol. 3 jaar later richt Albert Plesman de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën op, de KLM. Het eerste lijnvliegtuigje van de KLM landt op 17 mei 1920 vanuit Londen op Schiphol met 2 passagiers aan boord. De start van de burgerluchtvaart op Schiphol is een feit. In de jaren 20 ontwikkelt de burgerluchtvaart zich snel. Uitbreiding van Schiphol volgt voor de Olympische Spelen in 1928. Er worden toegangswegen, een stationsgebouw en een verkeerstoren aangelegd. In 1938 wordt een record aantal passagiers vervoerd via Schiphol, ruim 100.000. Schiphol is in omvang gegroeid tot een klein dorp waar ongeveer 1600 mensen werken bij zo'n 25 verschillende bedrijven en instellingen. Schiphol heeft dan een omvang van zo'n 210 hectare. In de Tweede Wereldoorlog wordt Schiphol geheel verwoest. Onder leiding van Schiphols grondlegger Jan Dellaert wordt na de oorlog direct begonnen met de wederopbouw. Op 21 mei 1946 begint KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij een lijndienst naar New York. In de jaren 50 groeit de luchtvaart snel. Schiphol verwelkomt in 1950 al meer dan 350.000 passagiers. En in 1958 landt het eerste straalvliegtuig. In 1967 verhuist Schiphol van Schiphol Oost naar Schiphol Centrum. En op 28 april opent Koningin Juliana hier het nieuwe stationsgebouw. Dit gebouw heeft dan 3 pieren en een capaciteit van 6 miljoen passagiers. Het aantal passagiers bedraagt in dat jaar ruim 3 miljoen. Vliegen wordt steeds gewoner en voor steeds meer mensen bereikbaar. In 1970 verwelkomt Schiphol voor het eerst meer dan 5 miljoen passagiers. Eind jaren 80 wordt gestart met het Masterplan 2003. Schiphol ondergaat een ware metamorfose. Er komt een nieuwe verkeerstoren en het stationsgebouw wordt uitgebreid. Het nieuwe treinstation komt samen met Schiphol Plaza onder 1 dak met de terminal. In 2003 wordt de polderbaan in gebruik genomen. Acht jaar later, in 2011, reizen er bijna 50 miljoen passagiers via Schiphol en wordt er 1,5 miljoen ton vracht vervoerd. Schiphol is hiermee een economische motor voor Nederland met ongeveer 290.000 banen. Een prestatie waar wij als klein land trots op mogen zijn. Samen met haar stakeholders werkt Schiphol nu en in de toekomst verder om Europe's preferred airport te zijn en te blijven.